Ai. Het is zo snel en makkelijk te maken. Ik wil echt gewoon een huilen uitbarsten. Oh, we zijn net bij de Kijun opening. Oh. Dit is toch te cutie patootie. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandagochtend. En ik ga weer naar Renaissance voor een ijsbad. Dus ja, ik ga lekker met de auto. Doei. Content creation. Nou, ik heb de hele dag lekker hier aan tafel gewerkt. Echt, heerlijk werkplekje. Ja, ik ga nu mijn scooter ophalen, want die is weer gemaakt gelukkig. Ik weet niet eens of ik dat had gezegd. Maar mijn scooter was dus weer kapot gegaan. Echt super vervelend. Maar goed, ik ga er nu van over. Nou guys, ik heb hem helemaal klaargemaakt. We vieren namelijk vanavond de verjaardag van Bo. Gaan we lekker uit eten. Echt bij het Leeuwtje, het allerlekkerste restaurant dat ik ken. Dat is echt insane. En het is heel gezellig. Ik ben een beetje verkouden zoals je hoort. Maar ik moet nu even een half uurtje rijden. Ga ik Nina ophalen. En dan gaan we erheen. Nou, we zijn bij het Leeuwtje voor Bo de birthday. En Bo is zelf 20 minuten zo. 20 minuten te laat op het eigen jaar. Dat is echt niks voor Bo. Maar ze komt er nu aan, dus ik ga even filmen. Nina is ook weer van de partij. Ze gaat helemaal niks mee. Nou, waar is ze nou? Ze staat binnen ergens. De meiden zijn er. Happy birthday! Het slaat weer zo nergens op. Nou, meid, birthday girl. Op de champagne. Hey! Lekker oestertje klappen. Even een leuk fotootje. Als het allemaal nog past. Jeez. Oké, we gaan even een oestertje maken. Even losmaken, want het oh, het smaakt niet. Ja, dat moet ik doen ook. Ja, ik ga nu voor jouw camera. Ja, zo? Minder. Nee, doe maar genoeg. Lekker. Meer? Ja hoor. Hoppa. Kijk, jongens, even citroen. Geweldig. Cheers. Ik vind dat zo lekker. Lekker. Ja. Dat is lekker. Nou, lekker. Ai. Wat zijn we? We hebben een stukje salade. Heel vies. Lekker best. Lekker ijskoud. Ja. Nou, hebben ze die glaasjes? Ja. Oh, het is zo lekker, hè? Best wel een paar zaar. Of niet? Hey! 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 Oh, dit is lekker, moet je proeven. Ja, dat is fucking lekker, ijsbonbon. Nee! Ja, dat is echt, die eet ik ook 18 keer mee, joh. Nou, proeven. Dat ik van je hou. Zo proeven. Lekker, mag ik proeven? Die ouwe. Hey, iets voor die ouwe. Niet zo lekker. Lekker, hè? Wauw. Een soort van vleugel, maar dan lekkerder. Cheers! Cheers, yo, yo! Hey! Ik heb hier gedaan. Rutje! And I made your changer. And the way you like the dress. Een hele gale goeiemorgen allemaal. Het was vanochtend niet mega top. Wakker worden, want ja, ik had wel even lekker wat drankjes op gisteravond. En mijn wekker stond om 7:30. Ik heb weer een schorre stem. Maar we zijn nu weer richting Amsterdam. Ik heb zo meteen een event van Dr. Yard, Korean skincare merk. Dus dat is wel echt super leuk. En ik ga daarheen met Anna Lucia, want zij zit ook bij Habs. Dus ja, ik dacht ervan gezellig om daar samen heen te gaan.
moet nog een half uur in de auto. Maar ik hou van mijn car rides. Dus dat is helemaal top. Nou, ik heb me even snel klaargemaakt voor het event. Make-upje op, outfitje aan. Ik heb deze super leuke hakken aan van Naked. Hoe cute. Dus ja, ik moet er snel vandoor. Nou, ik ben nu op het Dr. Yard event. Echt. Nou, focus op skincare. En ik heb dus uitleg gekregen over alle leuke producten. En deze krijgen we mee naar huis. Dus die ga ik zeker uittesten. Super leuk. Lekker. Machatja, kijk. Dit zijn productjes. Ik ben weer gezellig in. En we zijn bij de Hoxton aan het werk. En we hebben lekker even een broodje avocado gehaald. Die zijn echt fucking lekker hier, ho. Dus lekker avondtoastje, yum. We hebben even een lekker heerlijk dagje gewerkt. Helemaal top. Helemaal chill. Ik kan zo chill zitten in Hoxton. Ik ga nu even een pakketje ophalen. En daarna ga ik lekker naar huis. Helemaal chill. Ik hou van mijn huisie. Ja jongens, er is net echt een mega pakket binnengekomen van Nikki. En ik kon natuurlijk niet wachten om alles te openen. Dus ik heb het echt geopend zoals mijn leven ervan afhing. Maar ik zit gewoon al 2 weken te wachten op deze bestelling omdat ik zo excited ben. Ik heb namelijk van hun ski-kleding gekregen. Kijk hoe super vet. Don't mind the mess. Maar dit is toch niet normaal? Hoe leuk is dit skipak? Echt niet normaal. Het is maat 36 en het is super flexibel. En daaronder heb ik ook een super leuke poelie. Kijk hoe leuk staat zo'n ski. Nou, echt niet normaal. Ik ben hier zo blij mee. Holy shit. Dit is echt mijn nieuwe favoriete item. Ik ga gewoon zo de straten door. Nee, ik ga dit pak nooit meer uitdoen. Dit is toch zo leuk. En ik heb ook een hele leuke nieuwe collectie gekregen. Dus deze printbroek. En een heel leuk jasje. Zwart jasje. Maar kijk dan even hoe leuk die poelie ook is. Ik vind dit echt heel leuk. Ik ben hier echt oprecht zo blij mee. Dat kunnen jullie niet beseffen. Dus ik ben helemaal verwend. Dankjewel, Nikki. Ik ben echt super enthousiast en super blij. En jullie gaan mij dit heel veel zien dragen. Volgende week donderdag ga ik al binnen sport. Dus helemaal leuk. Ik heb trouwens ook echt super, super lief van Stan's ouders een cadeautje gekregen voor mijn nieuwe huis. En dat is een waterkoker. En hoe leuk is deze? Leuke beige. Ja, ik ben echt helemaal excited. Dat is echt helemaal geweldig in mijn huis, denk. Echt zo lief. Kijk nou hoe leuk. Wat een leuk ding is dit. Nou, ik vind het helemaal echt helemaal een leuk ding. Ik had nog geen waterkoker. Dus vroeg ik van, wat wil je? Toen dacht ik, nou, ik wil al deze waterkoker. Kijk nou hoe leuk dit is. Ik vind hem echt heel cute. Ik ga lekker miso dumplingsoep maken. Dus ik heb met noedels, shiitake, pak soi, wortel, bosui. Ik heb dumplings. Kijk nou, helemaal geweldig. We gaan dit gewoon helemaal lekker maken. Zin in. Oh my god, het is zo fucking lekker, maar zo fucking makkelijk en snel. Wow. Het is zo snel en makkelijk te maken. Dit is echt top. Dit moet ik vaker eten. Het is echt al 's avonds laat en ik ben de hele tijd, de hele avond in de weer geweest met mijn kleding. En ik ben nog steeds niet klaar. Echt, ik heb nog steeds 2 verhuisdozen vol met kleding. Maar ik heb hier alvast even wat kleding neergelegd. Hier bovenop laarzen. Deze moet ik ook nog neerzetten, zie ik net. Het avondeten was echt super goed gelukt. Het was echt heel lekker. En we hebben net de hele avond One Day gekeken. Echt namelijk van heel veel mensen gehoord dat het een leuke serie was. Maar het is nu al best wel laat. Dus we moeten nu gewoon lekker naar bed gaan. En morgen weer een nieuwe dag. Wat vind je van de serie? Leuk, verwennen, maar is wel lachen. Ja, het is een beetje apart, want je krijgt dus elke dag, elke aflevering, 1 hele dag te zien. En het is altijd dezelfde dag, dus elk jaar op 15 juli. En dan staan ze dus weer op een heel ander punt in hun leven. Een hele goede morgen allemaal, want het is vandaag donderdag. Ik heb me even snel klaargemaakt, want ik ga nu sporten. En daarna ga ik mijn wenkbrauwen laten doen bij Arch Brows. Dit is van een meisje die ik ken via social media. Dus vroeg of ik langs wilde komen. Dus super lief natuurlijk. En vind ik echt heel leuk ja, om te doen. En ik ga ook een wenkbrauwlift doen. Dus heel erg benieuwd. Dat heb ik om 10:30. En ik heb nu een sportlesje van 9 tot 10.
Dus dat is eigenlijk perfect. Dus ja, ik ga er eigenlijk nu vandoor. Nou, ik ben nu thuis en mijn wenkbrauwen zijn gedaan. Check hoe mooi. Dit is toch niet normaal? Ze was ook echt super snel. Ik denk letterlijk 3 kwartier of zo. Ze heeft het gewaxt, gelamineerd, geverfd. En nou, het was echt een super mooie omgeving. Super mooie plek ook. Dus hier ben ik helemaal blij mee. Eigenlijk een lekker plekje in Amsterdam. Archbrows heet het dus. En ik heb nu lekker een matchaatje gemaakt. Ik ben de laatste tijd helemaal obsessed met matcha. En ik heb nu een strawberry matcha gemaakt. Met aardbei en aardbeiensiroop. En dit is zo lekker. Met kokosmelk. Echt niet normaal. Ik ga Isabel even ophalen met de auto. Want ik ga met Isabel gezellig filmen. Helemaal leuk. En ik ben gewoon al 50 minuten in de wacht. Bij de gemeente. Voor een bezoekersvergunning. Ik word echt fucking gezorgd. Ik haat de gemeente Amsterdam. Dit doet gewoon heel pijn. Ja. Is het echt goed? Je moet in 1 keer erin. Nee, het is, niet, het is zo slecht. Daarom doe ik het. Ja, tuurlijk. Ja, ik heb 1 keer een vriendinnetje gehad, die ging er dan half in zitten. Dus dan zat ze alleen met de benen erin en dan kom je er gewoon niet goed in. En toen ging ze eruit. 2,5 minuten of zo had ze gedaan. Maar het is gewoon een mentaal spelletje. Je moet gewoon denken, boeien, dit is even 3 minuten heel oncomfortabel. Maar ik heb fucking comfortabel leven, dus boeien die 3 minuten even kou. Boeit het nou? Diep ademen, weg ademen. Goed zo, goed zo. Iets gaat goed. Diep ademen. Goed zo. Blijf zo doorgaan. Bijna, het is bijna voorbij het ergste deel. Nee, Iets. Blijf ademen. Doe het met mij. Heel diep ademen. Goed zo. Het komt goed. Het ergste is bijna voorbij. Je doet het heel goed. Het gaat heel goed. Je zit al voorbij de minuut. Het gaat heel goed. Probeer te relaxen. Iets heel erg met je schouder. Ja, ik weet het. Relaxen. Ik denk dat ik mijn arm moet doen. Je wilt zien in het water. Hou ze dan gewoon zo erboven. Gewoon zo leven. Het is inmiddels avond en ik ben nu lekker pizza aan het maken. Zelf pizza aan het maken. En dat doe ik gewoon op wraps. Deze wraps. En dan met dit. En dan... Nou, mijn batterij viel weer eens uit, natuurlijk. Maar dan heb je dus dit, als hij uit de oven is. Dan ga ik hem lekker beleggen met parmaham, pesto, zochtige tomaatjes en rucola. Echt super simpel en heel lekker. En net was hij trouwens ook uitgevallen bij... Renaissance. Dus dat was ook top. Oké, ik ga een beetje pesto doen. Ik hou echt van pesto. Lekker in de pizza, pesto. Niet te veel ook weer. En een beetje een drizzle. Ik heb ook trouwens tomaatjes in die saus gedaan. Even in de pan gebakken. Ja, de ham denk ik. Ik ga geen zonvoldoende tomaatjes doen. Ik heb er geen zin in. Gewoon even geen zin in. Lekker parma ham. Die witte vellen vind ik soms iets te much. De pizza was net bijna in de fik gevlogen. Echt love life. Even goed opletten, want deze oven die kan opeens zo fucking hard er vandoor gaan. Dat ik echt denk, girl, rustig aan. Deze is het zwart. Gewoon opeens. Het gaat echt van niets naar zwart. En dat heb ik nou al meerdere keren gehad. Even kijken. Nou, dit bedoel ik. Ik heb trouwens 2 pizza's, want zo groot zijn ze nou ook weer niet. Kijk, dan heb ik hier mijn cute pizzaatje met parma. Pak ik die ander even bij. IJsbad is trouwens echt mijn top. Vond ik echt, ja, Isabel had het echt goed gedaan. Ze raakte in het begin wel een beetje in paniek, maar ze had het wel echt goed
verder opgevangen. Maar toen viel de camera dus uit. Heel jammer weer. Het was hier leeg. Of course, of course. Ik vind het heerlijk lekker een vrijdagavondje alleen thuis. Eigenlijk met Stan zijn, maar die ging lesmiddag met vrienden naar Volendam voetbal kijken. Ook heel leuk. Dus ik zei, schat, moet je doen. Ik heb honger, joh. Poh. Ik weet niet of ik nou het recept heb laten zien van dat hele lekkere ontbijtje. Maar dat ga ik morgen even aan jullie laten zien. Want het is echt insane lekker. Heb ik echt inspired van Recover. Dat is een koffietentje. Reuzengracht. Oké, parma. Oh, weet je wat hier trouwens ook wel lekker op is? Is van die balsamico dressing. Dat ga ik ook een beetje erop doen. Nou, eerst een beetje rucola. Ik hou echt van rucola. Dan een beetje balsamico. Oh. Dit wordt echt een toppetje, hoor. Kijk. Yummy. Eet smakelijk. Ik had van Body & Fit met Valentijn, super cute, dit hartje gekregen. Met daarin een mix om een high protein fudge chocolate brownie te maken. Dus die ga ik nu lekker maken. Want het is volgens mij alles een beetje bij elkaar gooien en dan in de oven doen. En dan gaat het hierin, dus fucking chill. Het idee is wel echt, ik moet zeggen, het idee is wel echt heel, heel leuk en heel cute. Dus dat vind ik wel echt. Maar voor alle fit boys en fit girls is het misschien wat. Maar ik had gewoon een dikke, vette brownie mix. We moeten het er maar mee doen. Nou jongens, het sloopt helemaal uit de hand met die brownies. Ik schrik me helemaal dood. Opeens gaat het fucking brandalarm af. Kijk ik in die oven. Is het gewoon helemaal in de fik. Heel die brownies stonden gewoon in de fik. En het hele huis stinkt nu. Maar check dit. Nou, dit is echt niet goed hoor. Het is echt niet normaal. Het is ook gewoon zo hard als steen. Nou, weg ermee. Nu ga ik ter troost. Want ik heb toch wel zin in iets lekkers. Naar de app. Om iets lekkers te halen. Gewoon chips of zo. Makkelijk. Jongens, nu kan je me echt van de grond opvegen. Ik wil echt gewoon naar huilen uitbarsten. Ik zit er zo doorheen. En ik ben ook nog eens ongesteld geworden vandaag. Dus dat is het ook gewoon allemaal. Maar hier zit met die fucking brownie. Loop ik naar de app om chips te halen. Vergeet ik mijn sleutels. Echt. Het is dat ik met de verhuizing de bovenbuurman heeft gesproken. En die zei, ik heb sleutels. Maar anders kon ik nu gewoon een slotenmaker bellen voor 2 deuren. Ik ben echt helemaal klaar met mezelf. Ik ben er gewoon echt helemaal klaar mee. Ik wil dit niet. Ik ga nu op de bank en ik kom er niet meer van af. En ik ga ook gewoon echt niks meer doen. Nu ben ik er gewoon echt stront klaar mee. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdagochtend. Ik ben wakker geworden en ik ga even een video editen. 11 uur heb ik een store opening van K-June. Super leuk. Daar ga ik bij mijn moeder eten vanavond en dan gezellig met de meiden doorzitten. En vanavond heb ik dan de verjaardag van mijn neefjes. De broers van Isabel. Neefjes zijn gewoon neven. En deze bosbloem is helemaal dood. Ja,
Nou ja, maakt niet uit. Dus dat wordt echt wel een lekker gezellig zaterdagje. En het zonnetje schijnt, dus ik ben echt... ik ben echt helemaal een gelukkige vrouw. Nou jongens, ik heb mezelf klaargemaakt. Ik heb dus rollers ingehad om het een beetje een soort volume te geven. Het heeft best goed uitgepakt, dus daar ben ik wel blij mee. Ik had weer lekker mijn ontbijtje gemaakt. En ik ga nu naar een event. Naar Kate June Opening Store. Dus super leuk. Dus ik ga me even snel klaarmaken. Of mijn jas en alles pakken. En dan ga ik er vandoor. Oh, kijk nou jongens. Dit is toch te cutie patootie. Ja. Hallo. 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 Wil je hem zo op gast houden? Ja? Ja, dat dacht ik. Nou, we zijn net bij de Kijun opening, opening store geweest. De leuke goodie bag. Ik zal thuis even laten zien wat we erin hebben. Maar het is lekker weer. Yes. Oh, heerlijk in Amsterdam heerlijk. Vandaag. Lekker zonnetje. En de eerste tijd dat ik Sarah zie in maanden. Zo. Ja, dat is echt niet leuk. Maar ja, ik ga nu even wachten trouwens op Anna. Nou, ik ben thuis. De Kijun pop-up store was heel leuk. Ik heb echt veel leuke items aangepast. En ze zijn volgens mij open tot eind maart. Dus als je het leuk vindt, zit in de Gerard Douwstraat in Amsterdam, in de Pijp. Ja, ga zeker verlangen, want ze hebben echt leuke dingetjes. Dus ook een goodie bag gekregen. Super leuk. Dus ik ga even laten zien wat erin zit. Oh mijn god. Dit is die nieuwe setting spray van L'Oreal. Dit is heel leuk. Die gaat helemaal viral. Ik ben hier heel benieuwd naar. What the fuck? Het ruikt letterlijk naar haarlak. Pijn in mijn oog. Au. Ik ga stuk. Oké, naar dat. Dan Easy Press on Gel stickers. Altijd chill. Oh my god. Van My Jewelry. Wat leuk. Het is echt een hele leuke ketting. Groot hartje. Echt een eyecatcher. Fucking leuk. Zonnebrillen.com voucher. Altijd chill. Dan... de Paula's Choice exfoliant. Volgens mij zit een nieuwe versie en is dit een soort Delight. Dan, een nieuwe Sil Solutions Tropical. Nice. Want ik heb dus die Tropical geprobeerd en die is veel beter. Dus ik wil dit nu echt elke dag gaan doen. Dan van Upfront een eiwitreep. Hier ben ik heel benieuwd naar. Smaak pindakaas. Nice. Heel erg benieuwd naar Upfront. Dan een riem van... van Kate June. Wat leuk. Een mascara van Douglas. Dit is echt even mijn favoriet. Deze shampoo. De Set in Oil Shampoo en Conditioner van Keuna. Die is echt top. Die is echt top. Een Cosmopolitan. Altijd leuk. En het allerleukste nog wel. Een giftcard van Kate June. Met 100 euro shopcredit. Wat super leuk. Echt super leuk. Helemaal perfect. Nou, ik ben nu even aan het editen. En vanmiddag ga ik naar mijn moeder of vanavond eigenlijk. Ik heb echt een soort zieke oneindige honger die niet stopt. Ik heb net kaas of vlees op. Eigen bakken, chips lopen vreten. Ja, het gaat echt weer helemaal niet goed. We zijn op de birthday van Thuisfeest. Ik ga een soortje vodka doen. Ja. Hoe kan dat? De shot was niet lekker, geen aanrader. Doe er even eentje nog. Ja. Hey. Ja, ik ga die doen hoor. Nu iets van 3 uur. Helemaal klaar mee. Ik ga lekker naar huis lopen. Het was echt een super gezellig feestje, maar lekker naar bed gaan. Good night. Goedemorgen allemaal. Het is zondag.
Ik ben vandaag de hele dag gezellig bij mijn broer geweest. En gezellig gespeeld met mijn neefjes. Ja, het was helemaal gezellig. Ik ben nu weer onderweg naar mijn moeder. Naar mijn ouders. Mijn vader is op wintersport. Ik ga gezellig eten, want ik moet morgen mijn moederochtend naar Schiphol brengen. En morgen heb ik de hele dag vol met meetings. Dus dat wordt een drukke dag. Maar wel leuk. Wel allemaal leuke meetings. Ja, ik ga nu gewoon een lekker avondje bij mijn moeder. Gezellig in stand komt. Eten. En ja, gisteren was verjaardag trouwens super gezellig. 3:30 was ik thuis of zo. Ik sliep wel echt laat. Maar prima. Nou guys, dan is het alweer maandagochtend. Dus ja, hierbij ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ja, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven met sporten door te abonneren. En me te volgen op TikTok en Instagram. Dus allebei @SarahVerwoerd. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei! Just give me a...